Druten en Wijchen waren in 2020 in de ban van een mogelijke fusie van de twee gemeentes. Gemeenteraden waren in beide gemeenten ook in meerderheid voor zo'n fusie. Maar toen kwam de peiling en de meerderheid van de inwoners, een hele grote meerderheid zelfs, zei nee. Voorlopig gaat het dus niet gebeuren. Met burgemeesters Corrie van Ree Oud-Ammerveld van Druten en Marijke van Beek van Wijchen kijk ik terug. Het is vervelend, maar we komen er niet omheen. We moeten het even hebben over die coronacrisis. Hoe hebben jullie je rol als burgermoeder ervaren? In Druten bijvoorbeeld. In Druten was het inderdaad vooral burgermoeder zijn. Aandacht geven aan mensen. Laten zien dat je met ze meeleeft. Ook met de ondernemers. Er zijn behoorlijk wat mensen overleden ook in Druten. We hebben hier een besmettingsronde gehad in een verzorgingshuis. Het grijpt enorm in het dagelijks leven van de inwoners en van iedereen, dus ook van mij. En de belangrijkste taak die je dan als burgermoeder of als burgemeester hebt, is toch vooral aandacht geven en laten zien dat je er bent voor de mensen. Hoe zijn Drutenaren ermee omgegaan? We hadden al heel snel initiatieven mensen die zich verenigden met elkaar en op Facebook een oproep deden. Als er iemand is die hulp nodig heeft, laat het dan weten, want dan zijn wij er voor u. We kunnen boodschappen voor u doen of iedere andere vorm van hulp. Druten is echt de gemeente Druten heeft 5 dorpen. Ja. En in al die dorpen zie je dat het verenigingsleven, dat is heel sterk. De verbondenheid met elkaar is heel sterk. En dat brengt met zich mee dat mensen ook bereid zijn om te kijken naar elkaar en te zorgen voor elkaar. En juist in deze tijd hebben we dat heel erg goed gezien. Ik heb de indruk dat dat nu wel een beetje anders is in de zogenaamde tweede golf. Het naar elkaar omkijken. Het naar elkaar omkijken is er nog steeds. Wat ik wel zie en dat is een beeld wat ik eigenlijk ook al in de media meekrijg. Mensen zijn wel corona, maar het duurt lang. En het zijn bovendien donkere dagen voor kerst. Hè. Ja. Het is sowieso al een sombere tijd altijd. En nu in de feestmaand komen er nog eens extra maatregelen bij. Dus mensen zijn het gewoon zat. Ja. En wat dat betreft vind ik het ook heel goed nieuws dat we echt vooruit kunnen kijken naar een lichter jaar met een vaccin waarin ik hoop dat we echt... Dat is in ieder geval een perspectief. Precies. Herkent u die coronamoeheid ook in Wijchen? Ja, ik denk dat het ons allemaal treft. Het duurt ook wel heel erg lang. En een zekere vermoeidheid treft ons allemaal. En dat is lastig om mee om te gaan. En zeker nu de kersttijd aankomt en mensen daar toch andere verwachtingen van hadden gehad. En gewend zijn ook traditioneel in dat familiekring door te brengen. Ja, dat kan allemaal op dit moment niet. Dus het is wat dat betreft ook wel een beetje doorbijten voor heel veel mensen. Kunt u daar een rol in spelen? Nou ja, dat probeer je natuurlijk als burgemeester wel. Dus je probeert ook mee te leven. Je probeert ook aan te geven van nog even de schouders erom. Je roept ook op om naar elkaar om te kijken. Wat je ook voor een ander kunt betekenen. Dus in die zin denk ik dat wij als burgemeester zeker een rol daarin kunnen vervullen. En dat doe ik ook met liefde. Evengoed vraag ik toch wel aan mensen, als je weet dat iemand naast je woont of in de buurt woont, stuur eens een kaartje, bel eens 1 keer extra op. Want iedereen die is toch altijd wel ontvankelijk voor een bemoedigend woord. Ja. Is jullie agenda erg veranderd door die coronacrisis in de zin van, ja, het was misschien drukker op sommige gebieden, maar er viel ook een heleboel weg. Een heleboel dingen gebeurden niet meer. Ja, voor mij is dat wel wat lastig te bekijken, want ik ben hier gekomen midden in de coronacrisis, de eerste lockdown. Dus, je bent in april begonnen. Ik ben in april begonnen. En alle gezellige dingen die mij beloofd waren in Wijchen, van de vierdaagse tot allerlei festiviteiten, die zijn natuurlijk niet doorgegaan. Dus in die zin is er wel wat veranderd. In eerste instantie waren er nog wel een aantal representatieve taken. Maar op een gegeven moment hebben we ook moeten besluiten om daarvan af te zien. Dus in die zin is die agenda leger geworden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, door dat het ook toch wel een crisis was, zijn we ook elke week naar Nijmegen geweest. Kwamen iedere keer weer nieuwe noodverordeningen. Ja. Daar moest ook weer op geacteerd worden. Dus in die zin is je rol ook wel, heeft de agenda ook wel weer wat meer vulling gekregen. Ja, u bent al wat langer als burgemeester in Druten actief. U kunt het vergelijken met bijvoorbeeld 2019. Ja.
Hoe anders januari was het? 2019 hier begonnen. Ja. En ja, inderdaad, wat mevrouw Van Beek noemt, de festiviteiten, die hebben we wel echt gemist. Drute kent heel veel evenementen. Naast carnaval, wat in de meeste gemeentes in deze regio is. De Lestermert is niet doorgegaan. De Lestermert, ja. Het Dikkesfestijn, Dag van Drute. Er zijn echt heel veel evenementen. Maar ook, dat was landelijk, 75 jaar vrijheid. De manier waarop 5 mei is gevierd, Koningsdag. Ja, dat viel allemaal weg. En daartegenover, wat opvallend is dat we veel minder reistijd hadden. Want heel veel vergaderingen, ja. In het begin viel het uit en zeiden mensen nog, ja, dat schuiven we door naar het najaar. Maar in het najaar was de situatie niet anders, dus moesten een aantal zaken ingehaald worden. En daarvoor in de plaats kwamen al vrij snel de teams overleggen, de video overleggen. Dus die deed je gewoon van thuis vandaan of van achter je bureau. Dus de reistijd viel weg. En wat een grote rol kreeg, dat was toch wel het regionale overleg. Wat net al genoemd werd, ja, met de andere burgemeesters. Ja. Waarin iedere week opnieuw werd gekeken van wat zegt de noodverordening? Hoe gaan we om met handhaving? Wat betekent het voor onze gemeente? En de agenda is echt veranderd. Ja, heel anders dan in 2019. In 2019 werd er ook al gesproken over een fusie tussen uw twee gemeenten. Dat is ook de aanleiding om u met z'n tweeën uit te nodigen. In het voorjaar leek het toch op dat steeds in de gemeenteraden leek er steeds meer steun daarvoor te ontstaan. Bent u op zich nog steeds voor zo'n fusie als burgemeester? Nou ja, toen ik gevraagd werd als waarnemer in de Wiegen, heb ik ook gelijk gezegd, kijk, de herindeling, dat wordt niet door een burgemeester geregeld. Dat is een politiek besluit. Ja. Waar het wel om gaat, is dat er uiteindelijk wel bestuurlijke argumenten geformuleerd zijn. Hè, het gaat niet voor de korte termijn, het gaat op dit moment prima in Wiegen. We hebben een prima werkorganisatie die ons goed bedient, maar daarnaast is alles goed op orde. Maar het gaat natuurlijk altijd ook om een langere termijn. En we zien dat er een veelheid van decentralisatie van taken zijn vanuit de Rijksoverheid naar de gemeente. Ja, dus gemeenten krijgen steeds meer taken daarbij. Ja, krijgen steeds meer taken. En nou, ook financieel zie je dat de herverdeling van het gemeentefonds ook anders uitpakt. Plus een werkorganisatie die eigenlijk wel geholpen zou zijn als er een bestuurlijke fusie zou komen. Dus dat het op de agenda is gekomen, ja, dat is niet verkeerd. En ik denk dat die uitgangspunten nog steeds gelden. De nadelen die wel eens geopperd zijn en die er mogelijke wijze ook wel zijn, dat wordt steeds gezegd, de afstand tussen burger en het bestuur, doordat je opschaalt, doordat je groter wordt. Ja, ik denk zelf, en ik heb ook die ervaring in het noorden, dat het heel goed organiseren is. Ziet u ook vooral voordelen? Ja, ik zie vooral voordelen. En ook voor Druten geldt, is op dit moment een gezonde gemeente, ook een financieel gezonde gemeente. Maar als je kijkt over 10 jaar, ben je dan nog steeds een gezonde gemeente. En dus moet kun je zo ver vooruit kijken dan? Ja, dat moet je wel, want je zou als bestuurder geen knip voor je neus waard zijn als je niet een aantal jaren vooruit zou kijken. En als je vooruit kijkt naar opschaling, naar samenwerking, dat kost een aantal jaren voor je dat gerealiseerd hebt. Dus je moet niet wachten tot het zover is. Maar wat je nu ziet bij heel veel gemeentes, ook wat grotere gemeentes, is dat heel veel zaken worden ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Als je kijkt naar de vuilophaaldienst, als je kijkt naar de GGD, als je kijkt naar de diensten die milieuvergunningen verstrekt. Het is allemaal regionaal. Ja. Daar heeft de gemeenteraad geen invloed meer op en daar hebben de inwoners ook geen invloed meer op. Als je een wat grotere gemeente hebt, kun je een heleboel dingen zelf in huis halen. Dan hou je ambtenaren die betrokken zijn bij je eigen gemeente, maar dan hou je ook de invloed van de inwoners op zaken. En tegelijkertijd zijn bestuurlijke argumenten die het zwaarst wegen bij de voordelen van de fusie. En die zijn ook tegelijkertijd heel lastig uit te leggen. Ja, dat is dus ook gebleken, inderdaad. Ja. Want er kwam een draagvlakpeiling en daar is ook de vraag ingezet, ik weet niet hoe die precies geformuleerd was, maar bent u voor of tegen een fusie? Ja. En dat had natuurlijk niet gehoeven. Ja. Had het ook niet gemoeten? Die vraag. Maar ik ben het met mijn collega eens. Het zijn vaak bestuurlijke overwegingen, bestuurlijke beslissingen. Ja, maar als je zegt, het zijn vooral bestuurlijke argumenten die voor zo'n herindeling zijn. Die zijn moeilijk uit te leggen misschien. En misschien ook voelen mensen die niet. Mensen denken, het gaat prima hier in Druten en in Wiegen. Wat zou er moeten veranderen? Is dan niet de conclusie dat per definitie niet een vraag is die geschikt is voor zo'n enquête? Dat blijft heel moeilijk.
Tegelijkertijd is dat wel de verantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder om die argumenten te vertalen naar het belang van de inwoners. Ja. En dat is ons niet gelukt. Maar voelde u aankomen dat op die ene vraag maar zo'n klein aantal mensen zou zeggen ja, we zijn voor? Ik had misschien wel verwacht dat mensen breder zouden kijken dan alleen naar het hier en nu. Maar het is ook wel belangrijk, denk ik, om daarbij te zeggen, 30% van de inwoners hebben de enquête ingevuld. Ja. 70% niet. Nee. En dan is 30% nog niet eens zo slecht bij dit soort enquêtes, maar het is natuurlijk precies, wel weinig. Maar als dan van die 30% een deel zegt, wij vinden het niet zo'n goed idee. En als je dan kijkt naar de argumenten die genoemd zijn, ook dat is onderdeel van de evaluatie. Ja. Maar een van de argumenten bijvoorbeeld van, wij zijn bang dat onze dorpskernen onvoldoende aandacht krijgen. Wij zijn bang dat we voor ons paspoort straks naar Wijchen moeten. Dan zijn het wel argumenten waar we iets mee kunnen. Hè? Waarvan je zegt, oké, die hadden we weg kunnen nemen. Ja. Die zorg hadden we weg kunnen nemen. Dat kun je dus aan de voorkant uitleggen. En dan, als je dan de vraag stelt van, is er voldoende draagvlak? Dan zul je ook zien dat mensen daar ook wat vertrouwder mee zijn. En op basis daarvan misschien ook weer andere gedachten daarover krijgen. Heel veel inwoners hebben ook gezegd, het gaat te snel, niet nu. En hebben ook vraagtekens bij, moet je nu met Wijchen? Waarom kijk je niet breder naar het land van Beuningen, Maas en Waal? West-Maas en Waal. Dus het is niet zo dat onze inwoners heel hard roepen, Druten moet zelfstandig blijven. Ja. Dat is niet. Oké, nu bent u dus beide waarnemend burgemeester. Beide willen u ook niet voor een benoemde termijn. Om een beetje verschillende redenen, geloof ik. Waarom wilde u dat niet, alweer niet? Ik weet niet of onze redenen verschillend zijn. Ik ben 64. Als ik voor een benoemde termijn ga, een vaste burgemeesterbenoeming is voor 6 jaar. Dus eer dat die procedure afgerond is, kan ik niet eens een periode volmaken van 6 jaar. Nou, dat vind ik niet een basis om Want is het zo dat je moet stoppen als je 70 bent? Als je 70 bent, moet je stoppen. Dan je mag kunt je niet je termijn afmaken. Als waarnemer mag je doorgaan, maar als burgemeester is de grens 70. Dan denk ik dat die reden inderdaad vergelijkbaar is. Ik denk dat dat voor u ook geldt, deze reden om niet voor een benoemde termijn te willen gaan of te kunnen gaan. Ja, dat is eigenlijk precies zoals u het uitdrukt. Ja. Niet kunnen gaan, gezien de leeftijden. Ja, daar zit een eind aan. En die einddatum is 70. Die geldt niet voor waarnemerschap, zoals mijn collega ook al aangeeft. Ja. Maar wel voor een kroonbenoemde burgemeester. Ik had het net even over verschillende redenen en daarmee doelde ik op woonplaats. Ja, dat is voor mij in ieder geval een reden. Hoewel het land van Maas en Waal is fantastisch. Om te wonen is het in heel veel opzichten, biedt het net zoveel of meer dan mijn woonplaats Tiel. Maar wij hebben een huis, een dijkhuisje, buitendijks aan de Waal. Onze tuin loopt over in de uiterwaarden. En dat zijn de unieke plekjes. Dus omwille van het huis en de ligging hebben wij, toen we daar gingen wonen, gezegd, wij gaan nooit meer verhuizen. Nooit meer verhuizen. Nee, zoals de burgemeester moet je verhuizen. Ook niet voor een deel van de tijd, zou dat kunnen? Een paar dagen per week in een appartement. Ja, maar dat vind ik eigenlijk niet helemaal chic om dat te doen. Dan omzeil je de regels een beetje. Als we even verder kijken naar 2020. Er was corona en er was de fusie. Er waren nog wel meer dingen, maar er waren ook nog vast wel leuke dingen. Wat was positief in 2020? Dat mag persoonlijk zijn, dat mag politiek zijn. Wat was er leuk? Dat was bemoedigend. Heel grappig. Ik ga niet zeggen wat mijn collega gaat zeggen. Maar ik heb 2 kleinzoons gekregen. Ja. Onze eerste kleinkinderen. Op 10 november en 22 november. Dus dat is vlak na elkaar ook dus. Vlak na elkaar. Dat is echt. Dat maakt het sombere 2020 voor ons toch wel een beetje. Toen de dagen kort en donker werden. Ja, toen waren er 2 lichtpuntjes. En dat was heel mooi, want die zijn. Ja, goed, de kinderen zijn zwanger geworden in een periode dat we elkaar niet aan mochten raken. 1,5 meter afstand moesten houden. Dat was vaak heel lastig. Ja. Maar die 2 die hebben wel heel veel goed gemaakt. Ja, dat kan me voorstellen. Dat ze er nu dus allebei zijn. Hè? Ja. Dat gaat het allebei goed, hoop ik. Ja. En voor u, mevrouw van Beek. Nou ja. Dus heeft u 2 kleinzoons gekregen in november, niet, misschien toevallig? Niet 2 kinderen gekregen. Ja. Niet 2, maar wel 1. Wel 1. Maar dat is ons 7e kleinkind. Maar dat maakt het niet minder bijzonder. Want uiteindelijk, ik ben ooit nog verpleegkundige geweest, kinderverpleegkundige. Een gezond kind. Wat gezond ter wereld komt, als het goed gaat met moeder en kind en natuurlijk ook met de vader. Ja, dat is echt goud waard.
We beseffen het ons niet altijd. We denken altijd dat is normaal. Maar als je een achtergrond hebt zoals ik, dan ben je daar ongelooflijk dankbaar voor dat ook weer dit zevende kleinkind een gezonde jongen is. Is met al deze kleinkinderen misschien de reden om zelfs ook eerder te stoppen als waarnemend burgemeester? Om daar maar eens mee bezig te gaan. Nou kijk, het is heel erg leuk om oma te zijn. Ik heb ook heel erg genoten van het moeder zijn. Ik heb ook de neiging om altijd alles om me heen te verzamelen. Maar het is ook heel goed om af en toe eens afstand te nemen en gewoon lekker aan het werk te zijn. Ja. Is dat voor u een reden om eens wat minder te gaan werken misschien, die kleinkinderen? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ik geniet echt van mijn werk. Ik vind het ook raar eigenlijk om het werk te noemen. Hè? Ja, zo voelt het niet zo helemaal. Zo hebben we het samen afgesproken dat we dat werk noemen. Ja, maar ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het is, ik doe dit met heel veel plezier. En het is gewoon, ieder mens doet de dingen ook voor zichzelf. En het is voor mezelf zo verrijkend om burgemeester van Druten te zijn. Dat ik dit, kijk, als Druten stopt, en wellicht een andere gemeente, maar aan echt stoppen en oppas oma, dat nee, even niet. Nee. Dus u gaat denk ik graag gewoon waarnemend burgemeester worden overal en ergens in het land? Ja, bijvoorbeeld, ja. En daar nog jaren mee door? Want waarnemen hoef je niet aan de 70 te houden. Nee, dus. Nou, zolang ik het leuk vind. Zolang ik er zoveel plezier aan beleef als ik er nu aan beleef, blijf ik dit doen. Ja. Wat wil u de Drutenaren meegeven zo aan het einde van dit lastige jaar? Ja, meegeven, ik zou ze vooral iets toe willen wensen. En dat is dat ik ze toewens dat wat zij hopen van 2021, dat uitkomt. Wat het ook is. Wat het ook is. Want dat is wat ze zelf hopen. Wat wenst u de Wiegenaren toe? Ik wens ze heel veel goeds toe. Maar ik wil ook toch wel van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op de Wiegense gemeenschap. Met name ten tijde van de heftige gebeurtenissen die ook geleid hebben tot het overlijden van Sebastiaan Telozen. Ja. De stille tocht die daarna georganiseerd is, de wijze waarop dat verlopen is, ja, dat is de kracht van Wiegen. En we hebben het vaak gezegd, Wiegen is Wiegen, maar hier is het getoond. En daar ben ik, als ik het mag zeggen vanuit mijn positie, ongelooflijk trots op. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, Wiegen, hou dat vast. Ook het komend jaar. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan.